Rustig aan, Lifty. Zo, de eerste rij is klaar. Gaan we dan nu de tweede rij doen? Nee, we laten deze eerst draaien. Ik wil Bob verrassen. Haal jij de rem eraf, Leo? Oké, ik ben benieuwd hoe het gaat. Dat lijkt me niet goed. Oh, nee! Bob, kijk! We hebben vooruit gedacht. Maar wacht eens even. Ze staan te dicht bij elkaar. Oh. Hemeltje, mijn prachtige turbines. Ik denk dat ik de burgemeester deze tegenslag toch echt moet melden. Oh nee, ik heb de windmolens vernield. Scoop. Oh Bob, ik wilde ruimte maken voor meer windmolens in de toekomst. En daarom liet ik Lifty de blokken dichter bij elkaar leggen. Ik zei nog dat het niet slim was, Scoop. Je had je aan het plan moeten houden. Maar dat deed ik, dacht ik, door vooruit te denken zoals meneer Spijker zei. Ik vind het zo erg, Bob. Het is oké. Het probleem is dat we nu nog maar 3 werkende turbines over hebben. Die geven te weinig stroom voor het zeedierenpark. En de burgemeester had bedacht om vanavond al over te schakelen. We hebben een nieuw plan nodig, Bob. Als we nou maar zonnestroom konden gebruiken en niet alleen stroom van windmolens. Haha, je bedoelt zonne-energie, Scoop. Oh ja, zoals de dierentuin. Briljant, ik heb opeens een idee. Maar we moeten snel zijn. Aan de slag, team. Rustig blijven. We halen je naar beneden. Blijf heel stil zitten. Oké. Ik doe mijn best. Oh, ik kom wel bij Leo komen. Probeer in de bak van Muk te gaan staan, Leo. Dat lukt me wel. Het komt goed, Leo. Ik heb je. Goed gedaan. Geweldig! Muk zal je nu heel voorzichtig naar beneden halen, Leo. Heel goed, Muk! Wat was er aan de hand? Ach, gewoon een ongelukje, Scoop. Dank je, Muk. Je bent een echte held. Ik ben geen held, Leo. Het was sowieso mijn schuld dat je daar terecht kwam. Wat? Hoezo dan? Nou, ik kwam hier om Jonna te zoeken en toen siste die draak naar me en toen werd ik bang en toen reed ik tegen de voetbrug en nu is hij kapot. Die maken we wel, Muk. Het belangrijkste van alles is dat je Leo gered hebt. Je was meer bezorgd om mij dan jezelf, Muk. Dat is echt moedig. Waarvan heeft Muk Leo gered? Hem. Die hem is eigenlijk een haar. Oh, ze zit gewoon lekker in het zonnetje na haar lunch. Dus ze probeerden niet de boom in te klimmen om het te bijten. Nee, jonge komodo's kunnen goed klimmen, maar de ouderen zijn te groot, hoor. Oeh. Ik heb Leo gered, maar het was niet eens echt nodig. Maar ik bedenk nu wel, Muk. Ik wil niet dat bezoekers van de dierentuin bang worden, zoals jij en Leo. Misschien moet die voetbrug toch anders worden? We hebben nog heel veel veiligheidsglas over. Daarmee kunnen we de zijkant ervan bedekken. Oh, je bent een genie, Bob. Ga dat dan maar doen. Oh, Jonna, dat was ik vergeten. Ik heb eieren gevonden op dat terreintje, maar ik zag de mamavogel niet, dus jij moet ervoor zorgen. Eieren? Zulke eieren heb ik echt nog nooit eerder gezien. Welke vogels begraven hun eieren, Jonna? Dit zijn komodo-eieren, Muk. Die zijn vast maanden geleden gelegd zonder dat ik het wist. Wacht eens eventjes. Je bedoelt... Ik bedoel... Het zijn geen... Komodo-varanen zijn reptielen, Muk. En die leggen eieren. Net als vogels. Oh,
Ik kan ze beter maar meteen naar een broedkast brengen. Ze kunnen elk moment uitkomen. Oh, dat is wel geholpen. Oh, dit gaat echt niet goed. Betekent dat hij het leuk vindt. Ik heb Leo nog nooit zo zien vliegen. Vooruit, Leo, waar blijf je? Breng die sleutel eens. Help! Ah, daar ben je. Heb je ook mijn... sleutel? Nee, van deze robotarm heeft... mij! Nee! Bob, help. Ik ben ingepakt. Het komt goed. Ik help je wel. Och, Leo. Mijn robot-ophaalsysteem. Het reageert niet. Oh, nee. Was ik er maar afgebleven. Oh, het spijt me zo. Kun je hem opnieuw programmeren, Ronald? Ja, maar dat gaat enorm lang duren. Oh, nou krijgen we nooit al het speelgoed voor het eind van de dag in de bestelwagens. Oh, ik heb kerst echt verpest. We verzinnen wel iets. Vooruit, robotgrijparm. Aan de slag. Hey, als we nou allemaal doen alsof we een robotgrijparm zijn, dan krijgen we misschien alles in de auto's. Maar dat is een goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en op! Al het speelgoed is toch nog op tijd weg. Het is gelukt, team! Ja! En ik heb het ophaalsysteem ook aan de praat gekregen. Heel erg bedankt, Bob. Maar Ronald, kijk. Hier is nog een cadeau. Oh, nu is er iemand. Zo, nu heeft de vuurtoren weer stroom. Ik hoop maar dat Tony opschiet met die nieuwe lamp, Wendy. Er komt weer een storm aan. Oh, daar is hij gelukkig. Sorry, Wendy. Door de storm lag er een boom midden op de weg. Ik moest wachten tot hij weg was. Dat is helemaal niet erg, Tony. Je bent er nu toch? Daar gaan we. We moeten wel opschieten. Leo zegt dat de vloed heel snel opkomt. Oké, liftie. Omhoog. Nog een klein beetje. Rustig. Bob, ik sta in het water. Rustig maar, liftie. Rij maar vast met Leo terug. Maar wat gaan jij en Wendy dan doen? Desnoods blijven we hier overnachten. We kunnen pas weg als we hem aan de praat hebben gekregen. Oké, Bob. We gaan, liftie. Schiet op, Scoop, anders kun je niet meer weg. Ja, ik ben bijna klaar. En klaar. Ja! Het is Bob en Wendy gelukt. Oh, schitterend. Als ik dit snel afmaak, kan ik kijken naar de bliksem. Hey, voorzichtig, Scoop. Oh-oh. Je hebt hem stuk getrokken. Oh nee, dat is vreselijk. Waarom ben ik toch zo onvoorzichtig? Wat moeten we doen?
Wendy is de enige die dit kan maken. En zij zit in de toren. Hier is alles goed. Er moet een probleem aan land zijn. Maar het is vloed. We kunnen niet weg. Maar ik moet echt teruggaan, Bob. Alleen dan kan ik de vuurtoren laten werken voor de storm hier is. Ik heb een idee. Leo. Bob? Ik geloof dat we hier een klein probleempje hebben met de aansluitkast. Dat dachten we al. Wendy kan het maken, maar iemand moet ons met een boot komen halen. Maar wie durft het water op te gaan in dit weer? Misschien wel je vader. Die heeft een motorboot. Goed denkwerk, Scoop. Bob! Bob! Leo? Zou jij Bob en Wendy kunnen redden? Ze zijn gestrand in de vuurtoren. De boot is nog niet gemaakt, Leo. We zijn pas net terug. En we moesten de eerste onderdelen nog vinden. En nu is de stroom uitgevallen en kan ik dus niets meer zien. Mijn lampen zijn fel. En die van Lifty en van Alfred ook. Misschien kunnen we bijlichten. Geniaal! Aan de slag, Bob! Niet echt een heldin dus. Help! Wat was dat? Oh nee! Amira! Ah! Wat deed je daarboven, Amira? De boomhut is nog niet klaar. Ik heb blijkbaar niet lang genoeg gewacht tot het cement droog was. De beker! Die ligt er nog! Oh, wat heb ik gedaan? Rustig maar, Amira. Ik pak hem wel. Wendy, dat is te gevaarlijk! Laat je zakken. Bob, trek me snel weer omhoog. Laat het touw vieren, Bob. Snel. Daar ga je. Gebeurd. Het spijt me zo. Ik kon niet wachten tot alles klaar was. En nu hebben we geen clubhuis. Het komt nog wel op tijd af. Toch, Wendy? Team, er is een nieuw schema. Dus ik wil alle bumpers dezelfde kant op. Nu! Nou, je bent beter in het opruimen van boomhutten dan van stenen, Scoop. Ja, die wiebelen niet zo erg. Controleren of het cement wel helemaal droog is, voordat we in de boomhut kunnen. Toch, Wendy? Dat klopt, Amira. Ja, het cement is droog, dus de boomhut is klaar voor gebruik. Geweldig! Wow. Oh, echt te gek! En, bevalt die? Ik wil er ook een! Ik wil er ook een! Ik wil er ook een! Ruimte in je schema voor nog 3 boomhutten? Natuurlijk! Ik ben tenslotte toch een held? Hallo, mevrouw Bennebroek. Bob, wil je me alsjeblieft helpen om mijn droom om het zelf aan de Sousa te dansen waar te maken? Hoe wilt u dat ik dat precies ga doen? Door het stadion voor morgenavond klaar te maken voor de stijldansshow. Maar niet voor mij alleen natuurlijk. Voor de inwoners van Lentestad. Dat gaan we doen. Fantastisch. Da-da-da-da-da. Hallo? Burgemeester? De burgemeester is niet helemaal in orde, Bob. Ik e-mail je een lijst met de voorwaarden. Geweldig. Morgen vroeg ben ik in het stadion. Da-da-da-da-da. Heb jij ooit een zwevende vloer gemaakt, Wendy? Nee, maar ik heb er wel op eentje gedanst.
Ik zat op stijldansen toen ik nog een klein meisje was. Hier. Zwevende vloeren vangen schokken op en daardoor voelen ze zachter om op te dansen. En ze zorgen ervoor dat je je geen pijn doet. Oeh, die vloer ziet er perfect uit voor de stijldansshow. Bob, ik heb zo'n zin in vanavond. Kan jij dansen, Bob? Auw. Blijkbaar niet echt. Sorry. Als je kan tellen, kan je dansen, Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prachtig, mevrouw Bennebroek, maar ik denk dat we door moeten. Oh, natuurlijk. Kom met me mee, ik wijs je waar Sylvain de dansvloer wil hebben. Ik had nooit verwacht dat de burgemeester zo meisjesachtig zou doen door een beroemde danser. Kun je beginnen met lossen, Leo? Yep, ik moonwalk erheen. Oh, je gaat naar voren en naar achteren. De moonwalk, dat is een dansmove. Oh, mag ik die ook eens doen? Je gaat alleen maar naar achteren, Scoop. Oh, ik geloof het ook. Kun je me een andere dans leren, Leo? Mevrouw Bennebroek zei dat als je kunt tellen, je ook kunt dansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je moet wel in het ritme tellen, Muk. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik snap het. Ik ook. 1, 2, 3. Oh, jongens. Het lukt me helemaal niet. Ik weet zeker dat je het kunt, Lifty. Wow! Wow! Ik ben aan het dansen! Oh, ik ben echt niet gebouwd om te dansen. Oh, doe niet zo gek. Iedereen kan echt wel een beetje dansen. Het gaat erom hoe het voor jou voelt en niet hoe het eruit ziet, Lifty. Kom op, we gaan lossen. We leggen deze rubberen platen op de onderste laag latten en dan leggen we er nog een laag latten overheen in een hoek van 90 graden. Zoals vierkantjes? Precies. Oh nee, het wordt al laat. We moeten een streepje naar het aquarium brengen voor poedertijd. Schiet op, Muk. Dat probeer ik. Ja, maar niet goed genoeg. Misschien was wandelen met streepje toch niet zo'n goed idee. Scoop! Lifty, Leo, snel, kom vlug helpen! Oh, ik hoor haar maag rammelen. Dat is mijn motor maar. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor streepje, Leo. Kijk! Oh, wat is ze schattig! En hongerig. We moeten Muk bevrijden, zodat we Streepje naar het aquarium kunnen brengen. Lifty, laat je haak zakken. Leo, maak hem vast aan Muk's schep. Streepje, blijf steeds rondjes zwemmen. Heel braaf. Oké, team, kunnen wij het maken? Nou en oh! Waren gaan wandelen. Het spijt me, Tilly, dat we niet meteen naar huis zijn gekomen. Jongens, dit is Streepje. Oh, is ze niet helemaal te gek? Oké, team, we tillen Streepje in haar bassin. En omhoog. Heel goed, Lifty. Rustig naar binnen. Dat ik op het strand was bij de anderen. Hoe zit het met de tijd, Bob? Mensen willen vast snel ijsjes. We liggen op schema, chef Appel. Scoop van Bob, hoor je me? Over. Bob hier, over. Hoi, Bob. We hebben een klein probleempje hier op de
de werkplaats. Ga door. We hebben een lekkende slang. Ga door. Nou, dat is het. Scoop, we moeten echt die kiosk afmaken. Dus die lekke slang die moet maar wachten. Maar toch bedankt hoor en probeer wat te rusten. Dag Scoop. Het enige is, hij lijkt best wel veel. En ik ben bang dat het hier straks helemaal overstroomt. Kan Piet dus wel zwemmen in geval van nood? Goed, veiligheid voorop. Ik kom meteen. Muk, breng me terug naar de werkplaats. Sorry chef Appel, ik ben zo terug. Dit was nou niet echt een noodgeval, Scoop. Het was een beetje overdreven om te zeggen dat er een overstroming was. Nou, het was best wel druppelig, dus ik dacht, ik zeg het maar liever. Ik moet maar snel terug, anders raken we achter met het bouwen. Rust nou lekker uit, Scoop. Oké, Bob. We zijn er wel pas net, maar ben je klaar om weer terug naar het strand te gaan? Reken maar, Bob. Ik hou van het strand. Oh, maar ik hou toch ook van het strand? Het is niet eerlijk. Zeker als er niemand is om mee te spelen. Maar Bob heeft gelijk. Ik moet uitrusten. Meeuw, jij! Een spelletje doen? Bijvoorbeeld, ik zie. Wil jij dan eerst? Oké, dan ga ik eerst. Ik zie wat jij niet ziet. Oh. Die knipperende lamp is het spannendste wat er te zien is. Ik denk dat Bob dit moet weten. Misschien is het wel een brand. Of het geeft seintjes aan aliens. Of ik roep Bob op. Het duurt niet lang meer, hoor, chef. Nog eventjes de vriezer erin en het dak erop. Geweldig, Bob. Ik ga alvast het ijs halen. Scoop van Bob, hoor je me? Over. Hi, Scoop. Bob hier. Ben je nou aan het uitrusten? Dat probeerde ik, Bob. Maar toen zag ik een lamp knipperen. Ah joh, zit daar nou niet over in. Oh, oké, Bob. Ik hoop alleen dat ik me niet vergis en dat het toch een noodgeval is, zoals brand. Je zei dat het een knipperende lamp was. Je hebt vast gelijk. Dan is het waarschijnlijk geen brand. Niks riskeren maar. Oké, Scoop. Muk en ik komen zo snel mogelijk. Over en uit. Wat is er, jongens? Ik wilde een grapje uithalen met Lifty. Maar misschien deed ik per ongeluk één kaboep te veel. Scoop. Een sloopterrein is geen goede plek voor grapjes. Weet ik, Wendy, maar ik kon me niet inhouden. Kijk nou toch eens wat ik gedaan heb. Dat gaat een probleem opleveren. De schoorsteen is verzwakt aan die kant. Als we hem nu opblazen, dan stort hij op de straat neer. Oh, nee. Kun je hem dan nu niet opblazen, Bob? We kunnen hem alleen veilig neerhalen met explosieven, Lifty. Maar eerst moeten we zorgen dat hij de goede kant op valt. En dat begint met dat gat op te vullen. Om er goed bij te kunnen, hebben we een steiger nodig. Wij helpen wel. Ja, en geen flauwe geintjes meer. Dat beloof ik. Oké, team. Die schoorsteen heeft de hoogste prioriteit. We werken snel, maar veilig. Oké, Bob. Begrepen, Bob. Gestap, Bob. Is afgezet, Wendy. Goed werk, jongens. Maakt dat ding de grote knal? Dit apparaat veroorzaakt de ontsteking. We sluiten zo de kabel aan en dan kan het gaan beginnen. Oké. Rustig. De kaboom is vast niet zo hard als ik zei. Lifty, sorry dat ik je steeds bang maakte. Ik bedoelde het niet zo. Dat geeft niet, Scoop. Maar ik moet mezelf voorbereiden. Oh, goed plan. Gewoon blijven ademen. In en uit. Denk aan iets leuks, zoals... Zoals poesjes en konijntjes? Ja, zoiets, ja. En klaar. Goed, geef het waarschuwingssignaal. Daar gaat hij. Met z'n allen nu. 5, 4, 3, 2, 1... Thank you.
naar de verkeerde weersverwachting. Er komt een hele zware storm aan. Heel snel. Maar al onze sculpturen dan? Die worden opnieuw verwoest. Ik heb een dekzeil om ze mee af te dekken. Maar hij mag niet de lucht ingaan. Denk na, Bob. Wat hebben we bij de werkplaats? Ja, de andere machines. Precies, Leo. Goed, team. We moeten zandsculpturen gaan redden. Gaat dat lukken? Nou en of! Machines het redden met dit weer, Bob. Rustig maar, dat komt goed. Waar is meneer Spijker? Ik ben nog steeds van metaal, hoor. Ah, ja. Sorry, Philip. Iedereen oké? Okay? Oh, ja hoor, Bob. Ik heb heerlijk geslapen, hoor. Ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo smerig gevoeld. Goed hoor, Bob. Mooi. Laten we de zandsculpturen bekijken. Ja! Ja! Gelukkig zeg. Hoeveel tijd hebben we om de sculpturen af te maken? 10 minuten. Dat weet ik echt zeker. Wat kunnen we maken in 10 minuten? Oh, schitterend. Bedankt. Maar het was mijn vaders idee. Heel goed. Oh. Geweldig. Super. Oh. Heel indrukwekkend. Fantastisch. Dat is heel knap gedaan. Oh. Oh, goed. Tada! Oh. Geeft niks. Het meedoen is belangrijker dan winnen. Oh, Stella, je moet jezelf zien. Glimmend en klaar om te vliegen. Ze kan niet praten, Scoop. Weet ik. Er is nog één probleem. De parachute is stuk. En er is geen reserve. Stella kan niet de ruimte in zonder parachute. Anders kan ze niet meer veilig terugkeren op aarde. Bob, ik denk dat ik wel weet hoe het kan. Lifty, heel voorzichtig alsjeblieft. Goed gedaan, Lifty. Laten we naar de controleruimte gaan. Lanceren? Ja! Dus, zou Stella nu echt gaan opstijgen, denk je? Oh, wat spannend! Je moet wel een beetje geduld hebben, Jan-Jaap. Daar gaan we. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stella! Je kunt het! Breek dat record, mooie kleine raket! Ja! Het is gelukt! En waar is Stella nu dan? Daar!
Wat een goed idee van je om de parachute te maken van het spandoek, Lifty. Door jou kon de lancering doorgaan en kon Stella weer veilig landen. Precies zoals ik wilde. Goed gedaan, Lifty. Goed gedaan, May. Dank je, Bob. Stella heeft het record gebroken. Als je zin hebt om nog een record te verbreken, May, kun je dan een raket maken zodat ik de eerste kraan in de ruimte ga worden? Lifty, de ruimtekraan. Interessant voorstel. Issie. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet ik een raket hebben van 100 meter en een platform dat zo groot is als Fixem. Bob, kunnen wij dat bouwen? Natuurlijk. Het duurt alleen een